Welkom terug. De laatste wedstrijd die we in een lange samenvatting hebben is die tussen Cambuur en Top Os. Een bijzonder duel, want aan beide kanten staat een oud keeper als verantwoordelijke voor de groep. Bij Cambuur is dat Stanley Menso en bij Top Os al lange tijd Hans de Koning. Je hoort vaak dat trainers hun elftallen laten spelen zoals ze vroeger zelf als speler waren. Of dat dan ook betekent dat we vanavond twee hele verdedigende ploegen tegenover elkaar zien. Nou, laten we maar hopen dat dat niet het geval is. Goed, Cambuur lijkt zich in ieder geval niet te willen ingraven, want spelbepaler Sandor van der Heijden is hersteld van een Achillespeesblessure en mag meteen beginnen. En dat gaat ten koste van de meer defensief ingestelde Erik Weg. Erik Kwekel mag beginnen bij Top Os omdat Dirk Schoofs wegvalt door een spierblessure. En dat gebeurde pas tijdens de warming-up, waardoor Hans de Koning zijn basisformatie op het laatst dus nog moest aanpassen. Helmond Sport tegen Top Os met Onno Hansum. We moeten terug naar 19 september voor de laatste overwinning van Top Os. En dat staat dus in schril contrast met die goede reeks van Cambuur. Maar Top krijgt hier wel een goede kans. Erik Kwekel, de diepte ingestuurd, wordt even vastgehouden. En dan is daar de botsing met Peter van der Vlag. Maar de bal gaat tot woede van de spelers van Top Os. Niet op de stip. Kwekel is door. Daar is contact met van der Vlag. Ja, die kun je voor fluiten. Maar dat doet deze scheidsrechter, Guzubayuk, uiteindelijk niet. Beekmans. Wat ruimte bij Maartje. Overtreding van der Zanden. De vocht moet de muur dus op de juiste plaats zien te metselen. En de vrije trap van Brak. En dan toch de redding van Wilco de Vocht. En zo was dit vanaf de allereerste minuut eigenlijk een hele mooie, boeiende wedstrijd met de bal op de lat hier van Ruud ter Heijde. Ter Heijde dus dicht bij zijn zevende van het seizoen. Opnieuw de thuisploeg. Rustenberg. Even terug naar Koen Brak. Zoekt naar ter Heijde, die wordt onderuit geduwd door Kaslauskas. En nu is het wel een penalty. En geel voor de Amerikaan. Ja, hier valt iets voor te zeggen hoor. Kaslauskas heeft daar ter Heijde te pakken. En dus een terechte strafschop. Ruud ter Heijde en een slap rollertje. Daar heeft Wilco de Vocht geen enkele moeite mee. Slap ingestoten die bal. En de Vocht, ja, heeft alle tijd om naar de juiste hoek te gaan. En zo verprutst Cambuur een unieke mogelijkheid om op voorsprong te komen. Top Os dan met Moutawakil aan de rechterkant. Krijgt hij de bal met twee man bij zich. Daar is hij nu vanaf. En zo is het 1-0 voor Top Os. Prima doelpunt van Aziz Moutawakil. Het is tegen de verhouding in, maar toch, dit is wel een hele mooie actie hoor. Van der Zanden kop door. Moutawakil met Beekmans en met Rustenberg. Zonder die twee. En dan hobbelt die bal nog in de verre hoek. Hij er dus niet bij, Dirk Schoofs, maar heeft wel tijd om in de rust goede berichten door te bellen vanuit Leeuwarden. Want Top Os staat immers met 1-0 voor. Na rust dan. Moutawakil met Beekmans. Oh, dit is een botsing, dit is een overtreding. Maar wat doet die scheidsrechter, Guzubayuk? Hij geeft opnieuw geen penalty aan Top Os. En dat doet die jonge scheidsrechter uit Hoofddorp dus niet goed, want dit is absoluut een penalty. En zo heeft Hans de Koning weer iemand minder om uit te nodigen op zijn verjaardagsfeest. Bal slecht weggewerkt. Cambuur dringt natuurlijk aan, want Cambuur staat achter. Maatje, bal breed, van der Heijden, redding de Vocht. En ook in tweede instantie Wilco de Vocht. Hij is dus weer fit, Sandor van der Heijden, maar is hij ook al helemaal scherp? Ja, Menso heeft een probleem. Vier keer op rij gewonnen. Haarlem, Dordrecht, Fortuna en RBC gingen eraan. Nu moeite thuis met Top Os. Van der Heijden. Beekmans. Bal naar buiten. Voorzet El Khalifi. Kopbal voorlangs. Kopbal van Ruud ter Heijden. Die geen gelukkige wedstrijd speelde. Paul Beekmans. Ter Heijden. Beekmans. Dit is een goede combinatie. Beekmans zet die bal voor. En dan... Ja, wat dan? Dan gaat die bal op de stip. Ja, ter Heijden valt. En dan is er ook nog eens een rode kaart voor Geoffrey Galata.
Wat gebeurt daar? Beekman zet voor. Daar kan Ter Heide nooit bij, maar die heeft dan een duw in de rug gekregen. Dat is tenminste het oordeel van de arbiter. En opnieuw een penalty. Nu Sander van der Heijden. En opnieuw een vreselijk slap. Slecht ingeschoten rolletje, zeg. Ja, zo wordt het wel heel moeilijk om te winnen, hoor. Tweede penalty in deze wedstrijd. En voor de tweede keer wordt die unieke kans vanaf 11 meter door Cambuur niet benut. En dan lopen de gemoederen op. Hier Kaslauskas gepresteerd. Dan zegt de Vries wat. En volgt er een kleine duw- en trekpartij. En dreigt het even uit de hand te lopen. Ook de koning en Menzo hebben verbaal daar een woordenwisseling over langs de kant. En dan wordt er weer gevoetbald. Mark de Vries, de invaller, kopt voorlangs. En Topos moet stand zien te houden met een man minder. Maar dus wel nog altijd met die 1-0 voorsprong. Bal slecht weggewerkt. Het schot op de paal. Marci. Ja, Topos won vorig seizoen ook hier in Leeuwarden. Toen werd het 2-1. Twee goals van Erik Kwekel. Nu leidt Topos met 1-0. Tot dit moment. Het is 7 minuten voor tijd. Het is Michael Jansen, de centrale verdediger, die dan eindelijk doet wat zijn spitsen nalaten. Hij scoort de 1-1. Goeie voorzet vanaf de zijkant. Jansen timed goed. De vocht kansloos. Cambuur op 1-1. Een minuut later. Een hoekschop. Bal komt terug en daar is Ludy Jansen. En zo is het volkomen onverwachts 2-1 voor Cambuur. Uit het niets komt die ploeg van 1-0 achter op 2-1 voor. Via de schouder daar van een topspeler komt die bal bij Ludy Jansen. En die scoorde vorige week de winnende tegen RBC. En nu scoort hij vlak voor tijd de 2-1 tegen Topos. En is dat opnieuw goed voor 3 punten. De Vries. De Vries op weg naar de 3-1. Mark de Vries met naast hem dan een andere invaller. Juliana, en die mist. Goedemorgen, zeg. Maar Cambuur wint een spectaculaire wedstrijd. En dit was de man van de wedstrijd, scheidsrechter Guzubayuk.